Welkom allemaal alweer bij de 20e aflevering van No Lol Amsterdam, de podcast opgenomen in Café Nol. De leukste, de gezelligste en de eerlijkste. En deze aflevering is de 20e. Nou, ik kan echt niet geloven dat we daar al zijn. Even een kleine update. Deze mooie dingetjes, deze kleur trouwens niet, maar deze mooie hoodies zijn te koop op www.cafenol.shop. Dus wil je dat, dan weet je ons te vinden. Volg ons op alle social media kanalen, zodat ik dit lekker kan blijven doen. En deze aflevering doe ik met een goede kennis. En zoals ik altijd zeg, een bijzondere gast, namelijk Maxime Vroger. Lieve schat. Hallo. Hallo. Ik wou eigenlijk binnenkomen met een Merci-doosje en you're just too good to be true. En waarom? Je weet waarom, hè? Ik weet precies waarom. Oh, ik heb daar wel echt om gegierd. Ja. Eerlijk. Oh, die arme man. Had je dat niet mooi gevonden als ik zo binnen had gekomen? Als je zo had binnengekomen, dan had ik waarschijnlijk Hiro van mijn stoel afgesneden. Ja. Maar, En je weet het, met mij moet je proberen hier een half uur wat van te gaan maken. Oh, maar daar maak ik me niet druk om. En als ik zo binnen had gekomen, hadden we waarschijnlijk eerst een half uur op de grond gelegen. Nou, de aflevering met Yves Berends ging ongeveer hetzelfde. Dus ik heb me daar een beetje op ingesteld. Lachen, gieren, brullen. Okay. Één grote chaos. Goed geintje. Gaat. Maar ik wil beginnen met je te feliciteren. Dankjewel. Met jouw papaschap. Mijn mooie kleine wonden. Ja. Ja, daar wil ik even gewoon even serieus mee beginnen. Hoe was dat voor je? Ja, niet normaal. Dat is alle clichés en waar, schat. Het is het mooiste wat er is. En, ik wist niet eens dat je vriendin dat, wist je dat? Ja, dat is echt bizar. Goed verborgen geweten Ik weet niet hoe dit kan ook, maar ik zit sowieso niet zoveel... Ja, dat lijkt niet zo, dat ik niet zoveel op social media zit. Maar persoonlijk zit ik niet zoveel op social media. Nee. En opeens zag ik dat. Ik denk, nou wat leuk. Ja, leuk hè. Wat enig. Ja. Ik moet zeggen, het is snel gegaan hoor. Want we hebben elkaar leren kennen bij de toppers. Zij was danseres. Is danseres. Nu even een tijdje niet. Nu even niet, nu is ze even maar, mama. Maar bij Natasha Lammers. En zij doen alle grote shows. Toppers. Maar ook Tino. Holland Zingt Hazen. Nou, noem het allemaal maar op. Mm. Alle grote dingen. En daar bij de repetities zag ik haar achter. Want ik moest van die oude moest ik dansen natuurlijk een klein stukje in die laatste show. Ik heb met Lucky van de Boom samen hebben wij een medley gedaan. En toen moest ik dansen. Dit leek jou ook een goed idee. Waanzinnig. Schat, ik heb twee linkervoeten, dat weet je. Hè? Ik kan echt serieus... Hoe lang heb je geoefend? Een jaar of drie. Nee, ik had echt... Ik kan echt niet dansen. Ik denk na een paar borreltjes altijd denk ik van wel, maar nee, dat kan ik echt niet. Maar toen zag ik haar achter en toen dacht ik, tering. Leren dansen. Lekker wijf. En toen moest ze niks van me hebben. Nee? Nee. Ze dacht, wat niet? Is dit voor irritant ventje en wie is dit eigenlijk? En nou, dat is ook wel waar eigenlijk. Ja. Want dat klopt allemaal. En toen ben ik haar een soort van blijven stalken. En na mijn repetities ben ik steeds langer blijven hangen. Kijken naar die meiden allemaal, maar specifiek naar één en... Ja. Zo gebeurt. En nu, 3 jaar later, hebben we een kleine. Schattig. Ja, mooi hè? Echt heel zo kan het gaan, zo kan het gaan. Ik zag die foto's, ik dacht echt, oh, dit is zo cute. Ja, ik ben niet zo van de baby's, maar ik vond het voor jou wel heel cute. Nou, denk je wel. Ik denk alleen maar, het poept, het gilt en het doet. En, dat doet het ook. Ja. Dat doet het in ook. Het begin houdt het je wakker en scheidt het en doet het en dan kan het niet met je praten. Dan als het eenmaal met je gaat praten, roept het alleen maar nee. Gaat het alle kanten oprennen. Ja. Dan krijgen ze de leeftijd dat ze alleen maar bij de hand zijn. Dat je ze elke ochtend om 8 uur op school moet zitten. Nou, je weet het mooi te voorkomen. Ja, dan gaan ze op een gegeven moment in de puberteit. Dan kan je constante tering krijgen en dan gaan ze uit huis. Nou, leuk hè? Ben jij tegen die tijd, ben je een keer 60, kan je zelf niks meer. Nou, dames en heren, Lies heeft mijn leven beschreven. Gefeliciteerd, Mop. Echt leuk voor je. Ach, jongen, ik heb er zoveel zin in als je het zo beschrijft. Het is echt mooi. Dat is toch het mooiste wat je ooit hebt meegemaakt in je leven? Nee, maar kijk, weet je wat het wel is? Dan begint het ook te huilen s'nachts en dan moet je eruit. Maar dan zie je dat koppie en dan is het allemaal waard. Nou, mijn grootste irritatie is denk ik de wij zijn zwanger. Ja. Want wij zijn helemaal niks, hè? Ik loop met pijn in mijn rug en pijn in mijn buik en pijn in mijn jemmen. En dokter in, dokter uit, een de bek, weet ik veel, uitscheuren. Ja. Je kent het allemaal wel. Ja. Maar jij loopt een beetje in de rondte te fladderen. Dus als iemand zegt, wij zijn zwanger, dan krijg ik gewoon een soort... Gelukkig heeft mijn vrouw dat ook. Die vindt het ook niks. Het enige wat wel mooi is, dat al mijn vrienden zeiden, wie van de twee is nou zwanger? Want ik ben wel meegegroeid, nee, zeg maar. Nee, helemaal Nou ja, niet. Ik weet het te verbergen, maar ik koop tegenwoordig alles oversized, schat. Oh, ja, oké. Dat nou is een ja. truc. Dus, zit wel wat onder. Nee, maar in ieder geval, dat wel.
dat je gaat lekker meevreten. Zuipen niet zoveel, hè? Dus in dat opzicht was het een gezonde periode. Het is een beetje balansen. Ja. Je zei net al, maakte er net even een grapje over. Jij doet eigenlijk hetzelfde als ik doe op maandag. En dat is, we gaan elke maandag in rehab, maar niet zo lang. Nee. Ja, ik denk altijd op maandag trek ik het weekend weer recht. En dan ga ik ook gezonde dingen eten en dat soort dingen allemaal. Van die groene en van die sapjes en van die dingen. En dan ben ik op dinsdag, dan als ik de dinsdag al haal, meestal is maandagavond, ben ik er alweer klaar mee. En dan gaan we weer door, hè? Ik doe dit ook. Ja. Ik heb dan, als ik ga werken op woensdag, dan denk ik, nee, vanavond ga ik niet drinken. Ik moet zeggen, normaal heb jij zo'n geluidje, toch? Ja, zo'n boink geluidje, ja. Precies, maar die heb ik nog steeds niet gehoord. Nee, maar ik ben al zeker 2 minuten binnen, dus. Ja. Dus, godsamme, nou ja. En moet je naar de productie kijken, we kijken niet die kant op. Nee, kom zo. Eerst even lekker slap lullen. Nee, ja, dus ik doe dat ook. En dan gaat elke dag, denk ik, ik drink niet meer, ik heb geen zin meer, ik doe het niet. Ik ga koken. Ja. Denk lekker warm, gezonde maaltijden in mijn koelkast. Ja, maar jij kan wel koken. Ja, maar ik flikker het alsnog met skimmel erop na een week in de prullenbak, hoor. En ondertussen zit ik zo'n saaie broodjes te eten en frikandellen. Maar het is ook te lekker. Je kan er niet van afblijven. Ja, het is vreselijk. Maar het en is ik had goed. Het net met je moeder erover, met al die snacks tegenwoordig, dat je die ook vegan hebt. Dat dus. Dat heb je ook heel veel tegenwoordig. Die kreeg ik van de week nog aangeboden, of ik vegan bitterbal. Dan ben ik echt te ouderwets voor. Ik vind alle respect voor mensen, dat wel. Alle respect voor mensen die dat allemaal niet willen, weet je. Je hebt allemaal je makken. Jij eet geen vlees. Dat is het. Nee, maar kijk, weet je, dat is prima. Maar daar ben ik gewoon te gezellig voor. Ja, ik moet dat ook niet hebben. Lekker maar... een blokje kaas en ossenworst. Nee, ik douw alles in mijn giegel. Zolang het maar geen nood is. Daar moet je wel even over nadenken. Goed. Bij mijn man wel, maar ik bedoel, verder niet hoor. Maar ik heb alleen een notenallergie, dus daar moet ik mee uitkijken, maar voor de rest... Nou, ik ben 4 minuten binnen en het chic is er weer af te slaan. Chic de frimmel. Kunnen we even chic de frimmel doen, als je daar heel vrolijk van wordt, dan kan dat. Gozer. Ja, leer dat, hè, met die mensen hier. Ik heb wel ja. En nu weer. Ja. Dus, maar wil je nog dicht bij je papa? Ja, nu weer. Nu weer dichtbij. Ik woon, even kijken, hemelsbreed 2 kilometer bij die oude. Oh, lekker. Heerlijk. Ik woon boven mijn moeder. Ja. Dat is iets minder lekker. Hoezo? Te dichtbij. Ja, dat geloof ik. Is te dichtbij. Ik hou maar van ik moet zeggen, maar... ik heb ze ook wel zo over de vloer, hoor. Want ze rijden voorbij, ze zien het licht branden en ze denken nou... Ja, maar die van mij komt dus helemaal niet bij mij thuis. Okay. Ze komt nooit naar boven, maar als ik de deur uitga, dan hoor ik vanaf de bank... op straat. Ga je doen dan? Ik heb afgesproken. Tot hoe laat? Weet ik nog niet. En dan zegt ze altijd... Vergeet niet dat je om 7:30 moet werken. Ja. Ik werk hier al 12 jaar. Ja. Ik moet altijd om 7:30 op mijn werk zijn. Ik ben het niet sporadisch vergeten of zo. Je zou het vergeten. Ik zou maar zomaar vergeten. Als ze het niet zegt, vergeet je het. Ja, als je het niet geloof zegt. Geloof me, als zij het niet zegt, dan kom je in één keer om 9:30 van... Oh, kut, ik moet werken. Oh, dat zou erg worden als je dat hebt. Dat zou wel leuk zijn. Hoe gaat het, schat? Want het is wel vreselijk druk voor je allemaal. En de podcast en die zaak. Ik vind het pittig. Ja. Sommige momenten vind ik het heel leuk. Sommige momenten denk ik, wat heb ik mezelf aangehaald? Sommige momenten sta ik huilend in de keuken. Sommige momenten sta ik lachend achter de bar. Ja. Het gaat een beetje op en neer. Maar ik ben wel heel blij met waar de podcast nu is. En hoe het gaat. En nu had jij mij bijvoorbeeld gebeld. Ja. Nou, ik was echt in shock. Ik lag in mijn bikini op het strand en mijn telefoon gaat. En ik hoop, met mij mop. Ja. Ik denk, oh my god, belt Maxime Vroger mij nou? Nee, joh, schat. Niet daarvoor in ieder geval. Maar je wilde natuurlijk, daar gaan we het zo nog even over hebben. We hadden het over andere dingen allemaal. En, maar ja, ik vind het wel te gek dat ik hier mag zijn. Ja, dat vind ik ook echt want heel zei, leuk. Want je zei het nog. Kijk, weet je wat het wel is met die oude... mensen willen toch, als ze Vroger horen, willen ze gewoon René hebben. Dat is wel hoe je daar het last zit. Van? Nee, geen last van. Kijk, weet je, schat, ik word 29 over een maandje. En, precies een maandje trouwens. Nice. Ik moet een cadeau voor mezelf gaan kopen. ze willen wel die oude hebben. 9 van de 10 keer. En dat is logisch. Pa heeft echt alles gedaan wat je ongeveer kan doen.
Ja, maar ik zei tegen jou, luister, neem hem niet mee. Ik vind het bloedgezellig als je komt. Dat zei je al. Ja, neem je hem lekker niet mee. Nee, hij had er vandaag ook eigenlijk... Als je wel komt, ben je van welkom, maar ik ga willen met Max. Nee, hij had er vandaag ook bij geweest, dat weet je. Maar hij zit in Spanje voor wat zaken. Ja, en hij komt snel jouw kant op. Maar ik zei natuurlijk zeker als hij dit ziet natuurlijk. Ja, dat wil ik ook. Ja, dat wil ik ook. Ik zei al tegen jou aan de telefoon ook van, ik heb wel gedacht... Ook om je broertje te vragen, want je broertje komt hier natuurlijk heel veel. Ken je broertje goed? Niet komt veel, ja. Ja, en ik dacht, nou, zal ik die jongens vragen? Zal ik René vragen? René heeft natuurlijk vroeger zelfs op school gezeten met mijn moeder. Ja. Dus die kennen elkaar super lang. Ik ken je vader ook goed, ook uit de scene sowieso. Mijn vader is natuurlijk ook zanger, dus die hebben ook dingen met elkaar gedaan vroeger. Dus ik dacht, moet ik hun vragen? Maar door Bolle Jan dacht ik, nee. Ja, maar ik vind dat... Kijk... Weet je, ik vond het niet eerlijk tegenover Nens. Met Nens. Denk ik, moet ik dan in haar vaarwater gaan zitten? Nee. Maar je bent toch geen concurrent? Nee. Je bent samen. Kijk, weet je... Zo voel ik het niet. Voor ons zijn het wel twee dingen. En dat is niet nu omdat ik bij ze. Maar het is wel, als we dan naar Amsterdam gaan weer. Want kijk, ik woon nu in Blaricum bij die oude om de hoek. En je komt toch minder in de stad, weet je. Nou, die heb je vaak achter de bar en met Jesse en zo, nou, zeik je in je broek. Maar wat het is, je gaat minder naar de stad. En nu ook met de kleine wordt het steeds minder. Maar er zijn wel twee dingen bij ons. En dat is, eigenlijk drie. Vier, moet ik goed zeggen. Als je sneuvelt, dan is het bij Heuvel. Daar gaat die ouwe vaak naartoe. Dus dat vind ik ook altijd wel gezellig. Zonneveld om te eten. En dan, als je daarheen gaat, dan moet je... Maar het is qua echt cafés, is het Nol en Bolle Jan. En we lijken natuurlijk ook heel veel op elkaar, hè? Behalve locatie. Ja. Daardoor komen er andere gasten bij Bolle Jan dan hier. Ja. En dat ligt maar net aan mijn avond waar ik zin in heb. Want ik kom ook best wel veel bij Bolle Jan. Ja. Kijk, ik ben nooit vrij. Maar als ik dan vrij ben en mijn vrienden willen opstappen... Ja, maar dan ga je ook niet in je eigen kroeg staan natuurlijk. Nou, dat probeer ik niet. Maar ik heb altijd mensen die zeggen, zullen we even gezellig naar Nol? En dan sta ik hier en denk ik, ja... Ik ben eigenlijk vrij, maar en dan ga je toch weer achter die bar staan. Dit is helemaal misgegaan, want ik ga dan altijd ook iets doen. Dat is echt niet goed. Dus ik heb ook vrienden die zeggen, wat we ook doen, we gaan niet naar Nol, want dan gaat ze glazen halen. Ja. Sta ik weer met de plopper in de wc, omdat een mannentoilet overloopt. Ja. Of iemand roept, ik wil even roken, dan kan niemand invallen. Nee, je kan niet loslaten. Helemaal kut. Dus ik doe dat niet altijd. Maar bij Bolle Jan vind ik het altijd gezellig. Ja. Ik vind het altijd gezellig. En Nens en ik zijn ook altijd met deze praatje, altijd gezellig. Nee, maar daarom dacht ik, Met tante en oom, ze zijn heerlijke mensen. En ik vind het, kijk, weet je... Ik vind het ook mooi dat ik de zoveelste generatie ben die daar dan ook mag zingen. Maar om weer terug te komen bij het verhaal. Als je naar Bolle Jan komt, het is toch wel een begrip, weet je. En die opa zat er altijd te spelen. En pa die is er natuurlijk helemaal groot geworden. En die is uitgegroeid tot de grootste, in mijn ogen sowieso. Weet je. Ja, tuurlijk, begrijp ik. Kan je niet objectief naar kijken, maar... Tot zo'n ongelooflijk grote artiest, weet je wel. Ja, fantastisch. Danny heeft er natuurlijk gestaan. Nou, die doet nu ook ongelooflijk veel boekingen per jaar. Doet lekker zijn ding, heeft lekker zijn gezin. En ik mag daar dan nu ook staan. En dan in combinatie met de bar, want mijn tante is wel altijd van het aanpakken, weet je. Nou, dat ik daar dan mag staan, weet je wel. Dan zing ik ook een Jordaan medley bijvoorbeeld. En dan denk ik, dat heeft opa ook gezongen. En Danny ook, en pa ook. En dan, dat is toch wel mooi, weet je. En dan kijk je om je heen en dan zie je ook overal alleen maar gouden platen. En dan van die komt je broertje en dan gaat hij de Jordaan medley rappen. Ja, Dieti komt dan binnen. Nee, Dieti komt gewoon altijd binnen naar je kent hem voor de gezelligheid. Maar goed, willen jullie Max dus zien? Ja. Ben je fangirl? Ja, dan ben je fangirl? Ik heb ze. Alle twee. Ze zijn allebei in Spanje op dit moment. Maar ik heb twee fans. Dat zijn mijn ouders. Oh, nee. Nee, schat. Maar kijk, weet je wat het mooie is? Ik ben aan het... dat vind ik ook zo leuk. Ik ben aan het begin van mijn carrière, weet je. En wat mensen heel vaak zeggen is... voor die kids is het makkelijk. Want dat zijn de zoontjes van René. En die komen op plekken. En natuurlijk is dat wel waar. Maar die tekst ken ik. Weet je wat het wel is? Als jij ergens komt en je zingt niet zoals die ouwe... dan ben je een kutzanger. En dat is helemaal niet realistisch, weet je wel. Want overal waar ik kom is voor mij nog doodeng, schat. Ik vind het echt nog spannend om op een podium te staan. En natuurlijk heb ik de mooie grote dingen met toppers mogen doen... En begint het nu langzaam ritme te worden. Alleen, overal waar je dan weer staat... je moet die mensen toch maar weer vermaken. En ik vind dat... Heb je nou heel veel eigen nummers? Want ik ken alleen maar Flirt. Ik heb, die ik hier ik trouwens heb er, ik elke heb, avond draai.
Echt? Ja, elke avond. Ik sla Noah, hij staat vast in mijn computer. Ik wou net zeggen, want ik heb 1 stream per dag. Ja. Die komt dan hier vandaan. Nou, schat, dankjewel. Ik draai... maak straks 20 cent naar jou. Mensen denken, oh, die zit in de podcast. Gaat ze dat zeggen? Maar ik zweer het, ik draai hem elke avond. Ik heb hem een keer gehoord in de auto. En dan vond ik het zo tof. Wist niet wie jij het was. Denk, wat een topnummer. Ik zou samen Max, nou, hier erin gezet. Nou, dan heb ik hier een collegaatje die elke avond iemand anders mee naar huis trok. Dus dat werd zijn live song. Ja. Ja, daar gaan we hoor. Ik ben een flirt en ik kan er niks aan doen. Ja, fantastisch. Help ik toch nog iemand aan een goed seksleven? Ja, dat is wel fijn. Met zo'n plaat. Doe je toch... Oh, hey. Hier zat ik op te wachten. Hiervoor ben ik. Ja, je bent eigenlijk voor de boy. Ik wil jou helemaal niet zien. Oké, wat wil je voor shotje? Bedenk jij maar wat. Nou, op je vader dan, schat. Ja, echt. Ja, ik word hier heel gelukkig van. Er was wel trackback van. Maar even terug te komen op het belletje toen ik op het strand lag. Ja. Want dat is voor jou wel belangrijk. Ik vind het ook mooi om het daarover te hebben. Want jij belde namelijk voor een reden. Kan jij even vertellen waarom jij mij belde? Ja, ik ben voor Kiezem. Kiezem is een nieuw muziekplatform. Wat door René Vroeger, die oude, en John Deerne en Erwin Somers is opgezet. Dat kan je nu gewoon downloaden, die app. Ik ga het je zo allemaal laten zien. Dat is denk ik wel echt te gek, want het is als het ware een soort Netflix voor de Nederlandse muziek, waar je alles van je favoriete artiest uiteindelijk op één plek samen kan vinden. Naast gewoon de liedjes, de videoclips, ook hele concerten, podcasts, noem het allemaal maar op. Cool, ik wil ook op die app. Ja, nee, dat wil ik ook graag regelen, schat, natuurlijk. Maar we zijn bezig, of ik voornamelijk, want ik vind dat het aandacht verdient, met een documentaire over het Jordaan Festival. Ja. En... dat gaat dit jaar helaas niet door natuurlijk. Nee. Door de regels allemaal die toch wel steeds moeilijker worden in Amsterdam. Ja. En vond ik het leuk om sowieso met jou gewoon even erover te lullen. En ik wil heel graag dat jij erbij betrokken bent natuurlijk. Ja, en we hadden het over die app. En zo is het eigenlijk tot stand gekomen. En toen zei jij, schat, dat vind ik goed. Maar als je bij mij in de podcast komt, dan doe ik dit voor je. Dat klopt. Nee, dus ik vond het sowieso al een mooi verhaal. En het is natuurlijk leuk, omdat het hier eigenlijk begonnen is. Ja. Het is hier begonnen, bij Café Nol, podium, onder de kappen, Jordaan Festival, hier. Ja. Het André Hazes, Willeke Alberti, Johnny Jordaan. Alle namen waarvan nu mensen die hier staan dromen dat ze ze gekend hebben. Hier allemaal voor de deur gestaan. Ja. En toen is dat eigenlijk verplaatst naar... Elansgracht, Appeltjesmarkt. Toen is het nog een tijdje 2 geweest. Jordaan Verstijn, Jordaan Festival. Ja. Festival was Appeltjesmarkt. Verstijn was nog heel lang bij het Jordaantje. Ja, totdat het Jordaantje werd verkocht. En toen zijn ze ermee gestopt. Alle regels. Nou, je weet het. Het is hetzelfde als met Koningsdag bijvoorbeeld. Het is niet meer te doen. We hebben zoveel kosten. We hebben zoveel vergunningen. Regels. Zoveel regels. En ik snap het, hè, want het loopt compleet de spuigaten uit. Laten we even eerlijk wezen. Het is echt chaos. Het moet wel een beetje normaal blijven. Nee, dat doen ze niet. En dan denken mensen, wat kom jij nou vertellen, snotneus? Maar het is gewoon jammer voor de gezelligheid, weet je. Ja, en wij hebben allemaal fotoboeken hier met allemaal foto's van kinderen in. Dus het is heel leuk om gewoon die samenwerking te doen. Maar ik moet je wel eerlijk zeggen, kijk, het Jordaan Festival bij de Appeltjesmarkt is dit jaar niet. Dat is heel erg. Ja. Maar ik weet niet wanneer jij er voor het laatst bent geweest, maar ik een jaar of 6 geleden. Want, vorig jaar, toen heb ik daar nog gezongen. Ja, oké, maar dan moet je werken, is iets anders. Ja, en uiteindelijk was dat wel leuk, want ik had Billy mee. Billy was, ik moest je een dikke kus geven trouwens, want hij kon helaas niet. Anders had hij hier sowieso even naar binnen gelopen, want hij woont hier om de hoek natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ik ken Bill al vanaf baby. Ja. Bill is altijd Bill is natuurlijk in de Twee Zwaantjes altijd waar Jos... Ja, maar buiten dat, we hebben ook op dezelfde... We zijn hier opgegroeid, allebei in de Jordaan. Dezelfde school. En altijd als jongeren, als pubers, altijd met elkaar Dus jij hebt nog meegemaakt die ene zeldzame dag dat Billy op school heeft gezeten. Ook heb dat. En sterker nog, toen hij met Leon samen een van zijn allereerste platen schreef. Ja, en daarvoor heb ik superveel respect voor. Ik zei ook, ik had hem net aan de lijn. Hij zegt, geef Lies een dikke kus van me, maar... Ik zeg, nou, dan zit ik daar weer aan die tafel en dan ga ik een paar ferie-hol stoppen waarschijnlijk. Want nee, maar het is echt een hele goede grappen van me. En hij is zo ongelooflijk getalenteerd. En niet normaal. Ik vind het knap. En we hebben nu natuurlijk samen die plaat even een beetje zelf...
reclame. Nee. Die heet Ik slaap in de kroeg. Dus, ik weet het, want die dus, draai ik ook hier. Nou, dat goed. Wat? Dat heb luister, ik dus twee streams per dag. Ja, dat is wel waar. Jou. Maar luister, daar had ik het met Billy dus over. Want ik deed, toen Billy zeg maar nog niet zo heel bekend was, dus met Beach Vibe en zo, ja, deed ik altijd voor Billy elke avond, als we dat nummer hier draaiden, een kort filmpje opnemen voor Instagram. Ja. Wat echt hilarisch was, want Sjaak, ja, die kwam hier dus en die zei, ik ken jou. Nou, ja, jongen, soppig werd ik ervan. Ja, ik denk, oh my god, Sjaak weet wie ik ben. En toen zei hij alleen maar, jij zit altijd in Billy's verhaal. Oh ja. Dacht ik, ja, dat is wel waar. Ja. Maar nu zijn Sjaak en ik heel leuk. En hij heeft laatst ook mijn beste vriendin gefeliciteerd met de 30ste verjaardag. Hij is mooi, wereldgozer. Het is echt goud. Wel respectvol. Nou moet jij even die mijn nummers aftroggelen. Ja, ik pak gewoon alles af. Nee, ja, kijk, weet je wat het is, schat? Je moet gewoon, ik denk, ten eerste heel veel plezier hebben in wat je doet. En ook, ja, ook een beetje geluk hebben. Natuurlijk. Maar wat gaan we doen met het Jordaan Festival? Loop het even met me door. Wat gaan we doen? In die documentaire, ja, hebben. Nou, met je moeder natuurlijk. Ja, maar ik geloof niet samen dat zij het gaat doen. Ze zei eerst ja aan de telefoon. Later zei ze tegen mij, ja, ik weet toch niet of het wat voor mij is. Want jij bent toch meer van de camera. En ik zij kwam zelf ermee. Ja. Dat vond ik mooi. Ja. Zij zegt tegen mij, je moet mij hebben. En dan komen zat die fotoboeken erbij. Zo. Ik had jou aan de lijn, maar op een gegeven moment je moeder dat het luister, niet eens door. We hadden elkaar aan de telefoon en zij zat naast mij. En ik had gezegd, mond houden. Ja. Want nu Max gaat mij bellen, maar zakelijk. Het gaat over de podcast, het gaat over die documentaire. Dus ja, want zij kan altijd, ze tettet altijd overal doorheen. Ja, ik ken het. Ja, ik hou ervan hoor. Maar soms denk ik, je moet heel even. Tjip. Dus ik zeg niks zeggen. Want ja, ging ze de hele tijd zo doen. Ja. Op een gegeven moment zei ik ook, oké, mijn moeder steekt de hele tijd haar hand op. Ja, dus die gaat even wat zeggen, want ik werd helemaal gek. Ja. Nee, ja, maar dat is toch heerlijk. Maar goed, ze zijn nu weer van, ja, misschien toch niet. Misschien meer voor de jongere generatie. Maar ik zei, de combinatie is zo leuk. Dat wil ik ook. Want ook om weer even terug te komen bij Bill natuurlijk. Die ook, jullie zijn opgegroeid in de Jordaan. Ik ben dat natuurlijk totaal niet, weet je. Kijk, ik ben opgegroeid in Blaricum. Als enige jochie daar met een Amsterdams accent. Dus wat gaan we doen voor die documentaire? Maar, ja, sorry, rommelig verhaal. ik wil gewoon vooral iets heel moois maken voor het Jordaan Festival. Gewoon een eerbetoon, oude beelden. En terugkijken op wat er allemaal is geweest. Vooruitkijken met wat we eventueel met het festival ooit weer kunnen gaan doen met z'n allen. En daar gaan we het gewoon over hebben. Leuk. En dan komt het ooit wel weer een keer komt het weer terug. Leuk. Maar daar gaan we lekker over praten. En jij zegt net, ja, maar Amsterdams, dat komt dan zo de kop opsteken. Ja. Expeditie Robinson. KKK, ik wist dat het ging komen. Nol Lol, hè? De leukste, de eerlijkste, weet en de ik. Ja, nee, de eerlijkste, 100%. Dus we hebben het er ook over. Oh, ja, eerlijk antwoord geven, want ik heb in mijn broek gepist. Ja. En dan gaat nu heel TikTok Amsterdam, Nederland, gaat roepen. Ja, prima, dik vinger. Ja, rot op, man. Ik niet meer, maar ik kan ook. Kijk, ik wil heel graag zo een programma doen. Ja. Dus mocht iemand kijken die mij heel leuk vindt, bel mij. Of bel Max, als je mijn nummer niet hebt. Bel Max. Ja, dan zet ik het. Bel zet Max, ik het, zeg ik zet Lisa ik het wel nummer door. Met de assistent maar, van Lisa, zeg kijk, ik dan. Ja, dat moet je doen. Ik kan bijvoorbeeld Expeditie Robinson niet doen. Ja. Ik heb 2 hernia's in mijn rug. Ik heb een slechte knie. Ik ben niet fit genoeg om zoiets. Ook al zou ik gaan trainen, wat ik niet doe. En dan ben ik dus een van die lulletje lampenkappen die na een week moet zeggen, ik vond het wel heel zwaar. Ik ga terug naar huis. Wil ik niet. Ja, nee, dus niet doe mij maar Wie is de Mol. Want ik vind spelletjes heel leuk. Ik wil meedoen. En ik wil ze inmaken. Ja, schat, dat had ik ook. Dat wil ik. Dus en dat, ik was veel te fanatiek. Ja, jij was heel fanatiek. Ja. Maar ik kon me de frustratie heel goed voorstellen. Het is jammer dat half Nederland heel boos werd. Dat ook niet helemaal. Maar ja, dat vind ik lief van je. Ja, ik heb gelachen. Er zijn echt wel een paar mensen geweest, die, waaronder jij nu dan. Dat zijn er misschien 4 of 5. Nee. Ik kreeg ook wel heel veel appjes van, hé jongen, ik snap het. En het is frustratie, dat hoort erbij. Ik ben ook fanatiek. Alleen kijk, ja, de woorden die je gebruikt zijn niet altijd even netjes. Maar ja, dat is toch dat Amsterdamse wat erin zit. En ze hebben het wel heel veel herhaald op tv. Dat ze echt dat hele erg schelden, dat is natuurlijk. En ik weet hem. Scheldcompilatie. Ja, maar mama die vond dat helemaal niks natuurlijk. Want ja, dat vind ik dan niet leuk naar haar toe.
Want ja, mama is natuurlijk toch een beetje de moeder Teresa van de Nederlandse televisie. Maakt alleen maar mooie programma's. En waar ik ontzettend trots op ben. Die maakt alleen maar programma's waarin ze mensen helpt en lief. Zachtaardig. Ja. Maar zo is ze ook, weet je. Ze speelt geen rol, zo is ze gewoon. Je kan er vreselijk met haar lachen. En ze hangt zonder te drinken, hangt ze hier tot 's nachts als laatste aan de bar, weet je wel. Maar wel altijd zo lief als ze is en oprecht geïnteresseerd. En ja, dan komt er een van die lullo's van haar, komt dan meedoen met het programma. Wel heel, heel vet hoor. Echt een gekke ervaring, moet ik heel eerlijk zeggen. Alleen, was het heftig? Ja, dat wel. Ja, kijk, op want een gegeven moment ik vind het altijd zo dat ik dan daarnaar kijk. En dan kijk ik natuurlijk gewoon als kijker. Ja. Hey, ik heb dat nog nooit gedaan of zo'n programma gemaakt. Maar ik denk altijd, wat zit ze nou na een week lopen? Ze zat te janken. Ja. Is thuis, ik heb pijn. Ze doen van die domme dingen dat ik denk, jezus, kan maar nou niemand lopen je hebt lopen de hele nadenken? Dag, doe je niks, hè? Ja. Dus je bent ook... Kijk, weet je wat ik ook... Voordat ik zelf ging, keek ik naar die programma's... en dan was iedereen al binnen een week... waren ze beste vrienden en dingen. Ja. En dan dacht ik, oh, wat is dat voor onzin? Maar je bent daar en je bent niet een uurtje met elkaar. Nee, je bent 24 uur met die mensen... van elkaar afgewezen, ingewezen, opgewezen... weet ik veel wat allemaal. En je moet maar de hele dag moet je een beetje vermaken. Ik weet dat ik gewoon 12 tot 14 uur per dag in de zee lag... Als een soort van zeester zo lekker. Want het is natuurlijk ook 40 graden daar. Ja, het is heel eng. En je eet niet. Je krijgt een dat pot met rijst. Het is echt zo dat je gewoon niet eet. En wij vingen wel veel visjes dan. Maar van zulke kleine dingen met gaten en al. Ja, daar ben je op een gegeven moment ook wel klaar mee. Nou. Maar echt zo'n maaltijd met rijst en biefstuk. En weet ik veel wat je van thuis gewend bent. Dan echt dat eten is, smaakt echt, ook echt zo. Dat, als dat, maar dat, het zijn hapjes. Het zijn ja, maar hapjes. Wordt dat ook echt zoals ze dat beschrijven? Of is het allemaal wel een beetje script of dit of dat? Of ik moet zeggen, beetje... dat vind ik wel het mooie van het programma. Ik dacht van tevoren, nou, hoe erg kan het nou zijn? Maar het is echt zo als je het ziet op tv. En proberen ze wel situaties te creëren. Ja, tuurlijk. Maar ja, weet je, kijk, je krijgt hoe dan ook krijg je wel discussie met elkaar. Want wat mensen wel vergeten, en niet om het goed te praten hoor, maar... En ik zal, als ik nog een keer mee, dus ook exact hetzelfde doen, dat wel. Maar, geen excuses. Nee, nou ja, weet je, kijk, ik ben hoe ik ben en ik ben wel altijd gewoon eerlijk geweest in Expeditie. En ik heb geen bondje. En ook als ik met... Want mensen hadden ook, ja, je bent zo grof voor Eva Simons en... Dat is zo, alleen wat mensen vergeten is, je slaapt bijna niet, je eet bijna niet. En in de laatste 4 dagen van mijn expeditiereis, toen had ik al 26 dagen op het zand geslapen. Dat begrijp ik dus ook niet. Nee. No offense, maar waarom je zit daar 26 dagen met je kut 12 uur in het water en je bouwt geen bed? Nou, maar zand slaapt gewoon nog bijna lekkerder. Dat kan je een beetje vormen en zo, weet je wel? En ja, maar er zijn toch ook allemaal insecten en je legt... Ja, dat is wel, toch kut? Ja, dat, bouw zo'n bed, man. Je hebt geen tering te doen. Ja, maar schat, insecten zitten ook in dat bed. Dus ja, weet je, je slaapt in de jungle. Ik begrijp daar geen reet van. Ja, maar je hebt ook geen energie, hè, schat? Je zit in de zon de hele dag en je hebt... Het is duidelijk dat ik het verkeerd inschat. Je hebt geen eten, maar weet je, ondanks dat, dan lig je in de stromende regen te slapen. En toen ook die laatste 4 dagen had ik zoiets van, ja, je hebt toch... Je bent weggegaan, hè? Je hebt best wel een lekker leven in Amsterdam. En ik had net een relatie ook met Ruud, dat is sowieso pittig, weet je wel. En ik dacht, nou, toen wonen wij bij Zeeburg samen. Dat was allemaal in die beginperiode. En ik had zoiets van, ja... Je hebt best wel een lekker leven in Amsterdam en het gaat allemaal best wel goed en je hebt best wel een prima leven en je kan vreten, je kan je ding Max, doen. Ja, maar Max, even serieus, je kan dit 1 keer, 1 maand in je leven doen en dan ga je weg. Dat is het, ja. Daar heb ik ook spijt van. Ja, slappe zak. Ja, slappe zak. Maar eerlijk, weet je wat het mooie je was? Je kan iedereen het niet nog een keer ook, doen. Ja, je krijgt spijt en toen had ik ook zoiets van, nee joh, en toen dan ben je eraf en dan ga je relativeren en dan denk je, nou, zo heftig was het eigenlijk allemaal niet. Nou, misschien is het wel heftig, alleen is maar 1 maand in precies. Je hele leven dat je deze ervaring, normaal als je en niet heb een soort en kan dan doen, je dan ga je weg. Conclusie, spijt. Dat heb je. 100%. Ah, wow. Ja. Zullen we daar nog maar 1 shotje op doen dan? Ja, ik ben toch met de fiets, dus... Ja. Oké, nou, dan doen we even mijn proost. Love and honor, if you can't come in her, come on her. Yay! Och, het is ook niet chic te slaan hierin. Nee, het is niet. Maar ik heb ook een kijkersvraag van Xamax1991. Ja. Zou jij, als je vader stopt, ooit de toppers willen overnemen? Zo ja, met welke artiesten zou je dit dan willen doen? Oh.
Dat is een goede vraag. Ja, dat vond ik eigenlijk ook wel. Dat vind ik, een hele leuke vraag. En dan een samenstelling die je zo mag kiezen? Jij mag kiezen. Dus laat even alle... Je hebt de toppers, Dave van je vader. Je vader, ik weet niet wat hij gaat doen. Die gaat aan zijn grote teen kriebelen. En jij gaat dit doen. Ja. En nu? Kijk, weet je wat? Dat klinkt misschien afgezaagd, maar ik denk dat ik het misschien nog wat leukste zou vinden om het met die ouwe te doen. Dat je er gewoon bij bent. Dat is wel een beetje... Maar hij is weg. Hij is aan zijn teen kriebelen. Nee, dat is waar. Oh ja, hij is aan zijn teen kriebelen. Nee, even kijken met Martje. Met Billy. Zou ik te gek vinden. Ik weet niet hoe Billy dat zangtechnisch allemaal zou moeten regelen. Maar goed, dat zou kunnen. Nee, ja, wie zou je dan kiezen? Ik denk, ja, Martje sowieso. Ik vind Mart geniaal. Martje is ook een goede vriend van mij. Hij is een heerlijke gozer. En doet ook waanzinnig. En ja, met Martje zou ik te gek vinden. En... Amar. Nee, zeker. Nee, ja, Amar. Amar is geniaal. Oh. Goeie zanger, hè? Hele goede zanger. En een hele lieve jongen. Ja. Echt een hele lieve jongen. Ik Mega en Amar hebben talent. Dus geen contact. Wij sturen alleen maar één keer in de maand een soort super lelijke foto van onszelf naar elkaar toe. En dat is ons contact. Zo. Ja, ja, en dat is ons contactpunt. Ik heb ze. Oké, dus Billy, ja, Mart, Billy, maar Amar. Billy moet dan, dat is gewoon jij. Vooral de... Billy moet die zaal op sleeptouw nemen. Dat kan Billy. Als wel mooi dat je gewoon zeg maar je hele familie, broertjes, gewoon zoekt uit. Mogen ja, maar weet je wat het is? Diet, ik denk dat Diet sowieso nooit zulke ambities heeft. Diet doet echt zijn eigen ding. Ja, oké. Okay. En met Danny, ja, tuurlijk. Dan hoort er dan ook... Ja, Dan is gast. Nee, Danny is de gast. Nee, Dan hoort erbij. Alleen... Dan is zo goed, ongelooflijk goed. Dan zou het trouwens perfect zijn. Ja. Dat is heel lullig, nu ik erover nadenk. Sorry Dan, ik hou van je pik. Nee, Danny zou hier 100% bij moeten. Dit valt niet meer goed te praten, kutwijf. Weet je, gewoon dit gewoon voor het blok gewoon hier in één keer. Sorry. Jezus, Mina. Nee, dat is waar. Nee, kijk, dit is ik inderdaad... Ik hou ook van jou. Kijk, dit is, dat is zijn ambitie niet. Danny zou inderdaad gewoon erbij moeten. Dus dan wordt het één van de twee. Maar nee, joh. Maar kijk, weet je, als je dan gaat kijken naar... ook met vriendschappen en zo, waarmee ik... En Amar is goeie. Amar is een hele goeie. Nou, dan hebben we nog de bloed, zweet en tranen rubriek. Ja. Pa. Jij hebt over een vraag nagedacht voor mij. Ja, maar ik wou je niet bij je benen afzagen. Maar dat wou ik eigenlijk wel. Ja, doe maar hoor. Zaag me maar bij mijn benen nee, af. Nee, maar ik heb wel een leuk dilemmaatje. Want je zei ook... Want je, ja, of een dilemma. Maar je mag maar ook bij mijn benen afzagen. Ik dacht, maar die vraag heb je waarschijnlijk al 100.000 keer gehad. Of nooit meer zuipen. Ja. Of nooit meer naar nul. Nou, deze vraag heb ik wel eens gehad. Heb je die wel eens gehad? Ja, maar... Maar dat is een beetje saai. Maar ik dacht, ik ga je niet in je eigen podcast helemaal afzagen bij je benen. Maar dan ja, maar wel, mag nee, wel. Nee, had ik beter dat over na moeten leuk. Had ik beter dat over Dat maakt na, het leuk. Had ik beter over na nou, moeten doen. Nou ja, dan zou ik nooit meer zuipen. Dat begrijp ik. Maar had jij diep in je hart altijd deze kroeg willen hebben? Nee. Of doe je dit voor je moeder? Nee, ik doe het niet voor mijn moeder. Ik doe het al lang niet meer voor mijn moeder. Want ik heb uiteindelijk het punt bereikt... Maar dat zo ben je er wel ingerold. Nee, ik wist gewoon niet wat ik wilde doen. En ik wist altijd wel dat ik heel creatief was. Dat ik gek was op muziek maken, gek op zingen, gek op schrijven. Maar ja, altijd horecafamilie en gewoon dat gaan doen. En uiteindelijk ook met heel veel plezier hier begonnen op mijn 18e. Ik werk hier nu 12 jaar. Ja, ik heb het heel erg naar mijn zin, maar ik merk wel de ouder ik word dat ik meer dingen erbij moet gaan doen. Dus ik ben bezig met mijn eigen boek. Ik ga eind oktober gaat mijn edit beginnen. Hij is leuk, af. Schat. Dus dan, ik heb een Engels boek geschreven, een roman. Oké. Okay. Ja, dus dat is even een hele andere tak. Zo, dat is wel... En ik ben natuurlijk 2 jaar geleden begonnen met de podcast. En daar haal ik ongelooflijk veel plezier en ongelooflijk veel liefde uit. En alles wat daarbij komt, alle side dingen, alle sponsoringen, alle televisieprogramma's. Dat maakt mij blij. En daardoor kan ik elke nacht nog steeds hier mensen dronken voeren. Heerlijk, schat. Dus dat vind ik heel fijn. Ja, daar ben ik heel trots op. Vind ik mooi. Maar ik had ook nog een vraag voor jou, maar dat is wel echt een kutvraag. Nou, kom maar. Oké, okay, wie is jouw favoriete gezinslid? Wauw. Matteo. Mijn kleine jongen. Ik wist dat je dat ging zeggen. Nice. Daar hoop ja, tuurlijk, 100%. Nee, Proost. Kutwijf. Ik hou wel van je. Ja, ik ook van jou.
Nou ja, dat is nu... nu daarom dacht ik ook, je gaat sowieso je kind zeggen, dat is top, dat is prima. Maar dat maakt het wel grappig, want je denkt even... Maar ik ben wel blij dat hij er is, hoor. Want als je me deze vraag een maand geleden had gesteld, dan had ik echt... Nou, ik denk, als hij iets anders zegt, omdat hij het gewoon vergeet, uit een soort stress, dan pis ik in mijn broek. Ja. Dat je gewoon zegt, doe dan maar mijn vader. En je kind dan... Dat had mij ook zo kunnen gebeuren. Weet je wat mooi was? Boulevard die kwam voor het eerst bij ons thuis. En wij wilden eigenlijk helemaal geen camera dingen doen en weet ik veel wat allemaal. Maar Nino, een goed vriendje van me, die ken ik van vroeger al 100 jaar. Echt een goede gabber van me, die werkt bij Boulevard. En die zei, Max, maak er gewoon iets leuks van. En dat vind ik dan ook echt gek. En toen vroeg gelukkig naast de camera, vroeg een van die gasten aan mij, hoe heet je kind? En toen zei ik, Nobi. Maar zo heet mijn hond. Oh. Ja. Dus en toen was ik gewoon heel... En dus ik lach, nee, natuurlijk niet, want zo heet hij helemaal niet. En weet ik. En gelukkig stapt mijn vrouw in en die zegt, nee, Matteo, lul, zegt ze. En ik was gewoon helemaal kwijt. Dat was de eerste week of zo. Ik denk, yes, lekker tv begin. Maar dat was ook wel weer heel grappig. Maar ja, dat is mijn harige... Dat ik had een harige hondenkind. Ik heb nog een cadeautje voor je voordat we gaan stoppen. Dat vind ik super lief. Ja, dat vind ik ook. Dit is het tasje, de goodiebag die iedereen meekrijgt. Die tas vind ik al geweldig. Ja, ga ermee in de rondlopen. Doe je vast niet. Gaat ergens in de hoek, maar degene... Die gaat 100% mee. Die gaat 100% in de hoek. Maar goed, kijk even wat erin zit. Laat het de kijkers en de luisteraars eventjes zien. Even en vertel het eventjes, want het is allemaal super speciaal. Dit is... Lekker rood wijntje. Je kent mij. Ja, even lekker rood wijntje. Die gaat vanavond open. Die is van, ik heb nu ook geboord. Zie je wat je doet? Zo, dat zie je nou wat je doet? Ja, deze is van onze wijnboer. Dus, oh, dat vind ik super lief, schat. Ga ik zo lekker naar huis. Mijn vrouwtje mag nu ook inmiddels weer een klein wijntje drinken. Dus dat gaan we vanavond. Heeft geen borstvoeding? Dan... Nee. Ja, ze gelijk ook. Weet voor de titel. Die vind ik geniaal. Ja, die is tof. Hè? En op de achterkant staat het logo. Echt geniaal. Ja, deze is top, zeg. Ik heb hem een beetje groot. Ja, heerlijk. Want ik denk... Oversized. Ik wist het niet. Ja, oversized. Maar ik wist niet... Nee, ik denk, ja, extra large, daar suip je waarschijnlijk in. Maar nou, anders kan je vrouw erin slapen. Tegenwoordig ook niet meer, hoor. Ook goed. Ik slaap ook in die dingen. Top. Vind ik echt top, schat. Ja, er zit nog veel meer in. Ja, dit is dus een sleutelhanger voor aan je sleutels met de hangertjes van de iconische lampen van Café Nol. Oh, dat vind ik echt geweldig. Dat is toch leuk? Die ga ik zo... Dat is top. Die ga ik zo aan mijn sleutel. Even kijken, slof sigaretten zie ik. Ik hoop het voor je, die tyfus dingen. Jägermeister, want daar worden we af en toe door gesponsord. Eigenlijk doe ik ze nu nog steeds in de tasje, omdat ik nieuw geld wil, maar krijg het niet. Maar ik blijf het gewoon doen. Nou, nu bij deze Jägermeister Nederland sponsor die meid. Asociale gedoe. Hè? Ja, echt. Stikkertje voor op je deur. Nou, die plak of op je scooter. Auto. Ja, precies. En deze is wel heel leuk. Dit is het bonnenboekje van Nolol. Dus dit is een couponboekje, die heb ik zelf bedacht. Hier staan allemaal prijzen in die je dus kan inleveren bij bedrijven in de Jordaan. Ja. Er zit een overnachting bij, een portie bitterballen van de Blaffende Vis, een portie friet bij Boca's, een sperrepie bij Zonneveld. Waar je zo, dus dan kun je weer gratis eten. Een shotje hier, een shotje daar, weet ik veel. Er zit van alles in. Eens even kijken, laat mij eens even kijken. Ja, eens even kijken. Easy Toys, goed zeg. Nee, schat, even zonder dolle. Dankjewel. Ja, graag gedaan, schat. Dan kun je zo lekker de hele dag tuttelen in de Jordaan. Heerlijk. Tuttelen, dat is je nieuwe woord, hè? Tuttelen, ik vind tuttelen zo'n lekker woord. Je zou maar de hele dag tuttelen. Een woord wat je nooit hoort. Tuttelen. 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 Tuttelen bij Nolol. Ik weet ook niet of het een woord is, maar dan is het lekker. Nu bij deze jou... Ja, maar wel. Lekker tuttelen. Dat is het toch, lekker. Ja. Ik denk dat het ongeveer zo is, ja. Ja, toch? Nee, jongens, leuk, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar de aflevering met mijn grote vriend Max. En we zien jullie de volgende keer. Vergeet ons niet te liken op abonneren, alle social media. Dat precies, allemaal, dat klikken, like, subscribe, gebeuren. Wat wees zeggen een ze allemaal? Aardig. Precies, wees laat bitchy. Een leuke comment achter. Deels, weet ik veel. In ieder geval, maak ons populair. Wil je nou als bedrijf in de Jordaan of in Amsterdam meedoen aan dit fantastische bonnenboekje? Stuur dan even een mailtje naar nololamsterdam@gmail.com. Dan kunnen we jullie verwerken. Ja. Als je wil. Gewoon doen. Ja, sponsoren mag ook altijd, want hij heeft mij heel veel geld gekost nu. Ja, en dan zien we jullie volgende keer. Ik zing wel weer een keer voor je, schat. Ik zing wel weer een keer voor je. Ik ben een flirt. Ja. En ik kan er niks aan doen. Kan ik echt niks doei, aan doei doen. Allemaal. Dankjewel.
Het zit in mijn DNA. Mijn moeder zei altijd, ga nou je pa niet achterna.